Hallo allemaal, welkom bij Paper Craft Mix. Ik ben het, Brigitte, en je kijkt naar een video met een Valentijnsproject. Jazeker, jullie horen het goed. Vandaag is Valentijnsdag en ik kan jullie wel geteld één Valentijnsproject laten zien dit jaar. Het papier wat ik heb gebruikt is deze, Hello Valentine van Echo Park. Ik ben er super gek op, maar helaas ben ik er bijna doorheen. Mooi papier, leuke printjes en prachtige kleuren. Jullie kunnen misschien op de achtergrond de pootjes van mijn hondje horen. Mijn hond is 14 jaar oud en die kan echt niet meer alleen zijn. Waar ik ben is hij, zeg maar. Of waar mijn man is, is hij. En ja, hij is een beetje zenuwachtig op zijn oude dag. En hij loopt ja, heel de tijd rond. Hij blijft niet rustig liggen, zeg maar. En ik heb laminaat op mijn knutselkamer, dus dat hoor je af en toe. Mijn excuses, maar het gaat even niet anders. Het project van vandaag heb ik gemaakt voor Nadezhda, de Pink Shop, mijn knutselvriendin, mijn van de YouTube meiden. Vorig jaar deden wij een maandelijkse swap voor elkaar. Maakten we iedere maand hetzelfde project, ieder op zijn eigen manier natuurlijk. En aan het einde van het jaar hadden we afgesproken om een adventskalender te maken. Maar ik ben er totaal niet aan toegekomen in december. En vandaar dat het uiteindelijk een Valentijns adventkalender is geworden. Nu heb ik hem helemaal af, maar eerlijk, hij is nog niet helemaal klaar. In de zin dat ik nog niet alle laadjes heb gevuld met spulletjes. Dus vandaag laat ik jullie alleen de kalender zelf zien. Hier is hij. Hij is superleuk. Het is gemaakt met een file, een SVG-file van Lori Whitlock. Ik weet niet of jullie haar kennen, vast wel. Heeft geweldige files. Alleen ik heb geen Cricut, geen silhouet. Ga ik ook niet aan beginnen, ben ik inmiddels achter. Heb ik me voor mezelf uitgemaakt. Dus Nadezhda was zo lief om deze te snijden voor mij op haar Cricut. Die heeft ze gemaakt met wit kartstok. Dus ik hoefde alleen nog maar alles zelf in elkaar te vouwen en te plakken. En natuurlijk te versieren. De bovenkant heb ik gedaan met het prachtige bloemetjespapier. Ik vind hem geweldig. En ik ben er nog een beetje over aan denken, aan twijfelen, dat ik er misschien nog een hardshaker op ga doen. Maar tot nu toe nog niet gedaan. Dus nou, laten we gauw gaan beginnen hoe ik hem heb versierd. Wacht, ik laat jullie eerst de laadjes zien. Er zitten dus 24 laadjes in en ik heb 24 brets uit mijn voorraad. Superleuk, want die had ik al heel lang. Die gebruik je eigenlijk niet zoveel meer, hè, tegenwoordig. Maar die zitten dus als knopjes op alle laadjes. En het is best wel een flink laadje zoals je ziet. Daar kun je best wel wat spulletjes in kwijt. Superleuk. Dan gaan we nu kijken naar het versieren. Deze bretjes zijn, vind ik heel leuk, omdat dat van die primitieve hartjes zijn. Hè? Ik hou van dit vormpje. En verder gebruikte ik sentimentstansen. Dus deze woordstansjes zijn van KS Craft op AliExpress. En deze leuke plaatjes met die meisjes erop, die zie je nog meer zometeen. Die komen ook van AliExpress. Ik weet alleen niet meer van welke winkel, want ik heb de verpakking niet meer. Ik ga zoeken of ik het nog kan terugvinden in mijn oude bestellingenlijst. Zo ja, dan vind je de link hieronder. Voor de verdere rest maakte ik dus gebruik van de die-cuts van de Echo Park collectie. En ik heb bijna alles wel met tape opgeplakt, zodat er een klein beetje ja, diepte in zit, zeg maar. Gaan we hier naar de andere kant. Ook hier weer, dit is een sticker. Volgens mij heb ik die gekregen van Chantal, Los Paper, denk ik. Dankjewel daarvoor. En ik versierde hem ook met stansen van Carlijn Design. Van een setje Flowers for Mom van Josselijne. En ja, ik hou van tulpen. Nederlands, hè. En die gebruikte ik dus hier. En deze heb ik met 3D tape opgeplakt, zodat die wat meer relief heeft. Een aantal van die brets die hadden niet meer de goede kleur. Dit was paars namelijk. En dat paste niet bij mijn papier. Dus ik heb mijn alcoholmarkers gebruikt om ze op de juiste kleur te brengen. Gaan we hier naar de andere kant. Deze vind ik ook zo geweldig. Superleuk. En ja, ook weer een ander woordje van KS Craft. En hoe lief is dit bloemenwagentje. Zo schattig. Gaan we nu naar de laatste kant. Ook weer een leuke die-cuts. Deze heb ik ook weer moeten kleuren met mijn alcoholmarkers. Die waren ook lila. En dit is ook weer van diezelfde stansen set van Carlijn. Superleuk bloemetje. Weer met tape opgebracht. En opnieuw zo'n leuke sticker die ik heb gekregen. Dus ja, dit was de Advent Kalenderbox die ik jullie wilde laten zien. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. En natuurlijk wil ik jullie allemaal een hele fijne Valentijnsdag wensen. Ik heb echt een leuke dag vandaag, want vandaag gaat een van mijn vriendinnen trouwen. Zij is al 14 jaar samen met haar vriend. En vandaag ja, gaan ze samen
ja, gaan ze samen trouwen. Dus we hebben een superleuke dag voor de boeg. En ik kan niet wachten. Dus ik hoop dat jullie ook allemaal een fijne dag hebben. Geniet ervan met jullie familie. En met vrienden, met je kinderen, met je man, met je vrouw. Maakt niet uit. Ik hoop dat het een toffe dag gaat zijn. En ik hoop dat jullie snel terugkomen voor mijn volgende video. Bedankt voor het kijken. Dag.